Dag iedereen en welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en we gaan nu de tweede oefening op vermogen maken. De tweede oefening die luidt: een generator produceert een spanning van 10 kilovolt. Dus we hebben al gegeven dat we een spanning hebben van 10 kilovolt. En gedurende 24 uur lang zal die generator een stroom leveren van 10 kiloampère. Dus dan zitten we hier bij 10.000 volt en 10.000 ampère. Gevraagd is, hoeveel energie heeft deze generator geleverd? Dus gevraagd is de hoeveelheid energie. Dus de hoeveelheid arbeid die de generator levert. Als formule. Als formules. Hebben wij dus formule nodig van arbeid. Arbeid, vermogen maal de tijd. Maar dan moeten we ook weten wat vermogen is. Vermogen is spanning maal de stroom. Dus zullen we eerst starten met deze formule en dan deze gaan toepassen eens wij het vermogen bepaald hebben. Dus voor de oplossing moeten we eerst onze waarde invullen in de formule voor vermogen. P is U maal I is gelijk aan 10.000 maal 10.000. En dan komt dan uit op 100 miljoen of 100 megawatt. Dus we hebben een vermogen van 100 megawatt dat onze generator levert. Nu, hoeveel arbeid levert die generator dan? Moeten we de andere formule voor toepassen. W is P, het vermogen dat we net bepaald hebben, maal de tijd. Dus dan krijgen wij ...100 miljoen maal een tijd van 24 uur. En dat komt dan neer op een 2,4 gigawatt. Gigawattuur. 2,4 gigawattuur zal deze generator produceren in een tijd van 24 uur.